we zijn even van de snelweg afgedoken en in een of ander gehucht. Moest even de benen strekken en dus overal voetbal, ja, lekker. Overal auto's met Duitse vlaggen erop natuurlijk. Zo, we zijn net aangekomen. We gaan verhuizen. We gaan verhuizen. Ja, we zijn net aangekomen, een uurtje of 4:15. Morgen 9:00 vertrokken. 3 korte pauzes tussendoor, dus het was nog best wel een eindje rijden. En nou, 1 nachtje, €20. Kind kan er wel eens doen. We zijn vanmorgen toch maar vertrokken naar een pittige regenachtige nacht en heel mooi gebied, maar het blijft de komende week baggerweer, zeggen ze. En vandaag toch nog al met al 2,5 centimeter regen verwacht, dus wij gaan lekker door. We zijn aangekomen in, ik zal straks even kijken waar ook alweer. Velebit. En het zonnetje schijnt, dus we gingen eerst even lekker de was uithangen. Zorgen dat alles een beetje droog is. En dan gaan we straks onze tent inruimen. En dan op naar hopelijk een rustige en droge nacht. Dat kan je wel zeggen, ja. Van de berg op, dus we moeten naar boven.
Ja, zoals met alles zie je hier ook natuurlijk weer lekker voetbal aan. Er zit een of andere, geen herberg, maar een, hoe heet zo'n ding? Ja, het is een hostel. En hier gaan we lekker Kroatisch eten. We hebben net een Kroatisch gerecht besteld. Is weer niet uit te spreken, maar we gaan het zo merken wat het is. Nou, goedemorgen. We gaan weer vertrekken naar de volgende camping. Want het waait als een gek hier, maar het was wel heerlijk. Het is echt heel stil. Er staat maar één campertje, ook met Nederlanders. En nou, we gaan dus naar, moet ik even kijken hoor, Campsite National Park. En er staat kleine sfeervolle camping aan de rand van en met zicht op de zee, gedeeltelijk onder de pijnbomen. Ideaal voor bezoek aan het natuurpark van Staringrad Paklenica voor wandelaars en bergbeklimmers. Nou, we hebben een super fijne plek gevonden op Autocamp Paklenica. En nou, we gaan weer het tentje opzetten natuurlijk. Dus, maar we staan hier vlak bij de zee. Kijk, daar is de zee. Doen in de National Park Paklenica. Dus we gaan ga de bergschoenen aandoen, want ik denk dat deze iets te zacht zijn voor die ondergrond. Het zijn best wel harde kiezels waar je overheen loopt. Dus nou, we gaan het proberen. We hebben net even koffie gezet en doen even een bakkie, tanden poetsen en gaan. Ja. Voor de oudgedienden onder ons, dat is waar Winnetou en Old Shatterhand is opgenomen.
Met, als kind dacht ik altijd, nou, het is Amerikaans, maar het is gewoon knetterduits. We gaan er misschien morgen of zo naar het Winnetou Museum. En morgen naar het Winnetou Museum. Even jeugdsentiment ophalen. Dit kan ik niet laten, ze moet even plonsen, zegt ze. Kom hier, je. Kom erbij. Ja. Nou, we zijn aangeland in het plaatsje Trogir. Dat is ongeveer 200 kilometer rijden, iets meer dan 200 kilometer rijden van waar we vandaan kwamen. Het is lekker droog, de zon schijnt. 31 graden was het daarnet. Tentje wordt dus lekker droog. Theetje staat op. En ja, we hebben hier overigens maar één avondje te slapen. Hier voetbalgekte. Thank you.
Lekker bakjes gehad? Ja. Nou, we zijn nog onderweg naar Mollet. Echte backcountry gehad. En nu even een snelle stop om een broodje te eten. Dit keer niet Vancouver Island. Dit keer naar Mollet. Maar het is inderdaad een beetje deze voet. Allemaal lekkere geuren hier, gebakken vis, knoflook. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Zo, we zijn op de plaats van bestemming. Ja. We hebben een welkomstdrankje gehad. En lekker waterballon. En een waterballoentje erbij, heerlijk. En er is een klein baaitje hier ook. We weten nog niet wat we gaan eten, maar we vinden wel wat. Iets met vis in ieder geval. Iets met vis. Ik denk Dora. Nou, we hebben nog gisteravond een lekkere visplatter genomen. Dat is een visgrotel voor twee personen. Dan krijg je, ja, we hebben eigenlijk gegeten baars of zo. En inktvis. En wat mosseltjes. En wat lekker. Niet te zwaar. Dus, ja, lekker genieten van het uitzicht. Van lekker bijten. En dan gaan we naar hike doen. Naar het natuurpark hier. Ik heb er jullie. Nou, ik ben hier nu op het hoogste topje van het eilandje. Ik denk al die tijd geen ezel gezien en denk potverdomme, hier staan ze dus.
ver hoor. We hebben een kano te pakken. Er staat een klein beetje wind, maar dat zijn we wel weer gewend. Maar hier minder dan op de grote? Ja, een stuk minder. Nou, everybody happy again. Voor vertrek en we wachten hier op de boot. We hebben net kaartjes gekocht, even wat te drinken en we vertrekken over kleine 40 minuten. Het is niet verkeerd om hier te wachten hoor. En kijk, dit is een voorbeeld hoe helder dit water hier is. Dit is in de haven, even vergelijking met de Scheveningse haven, dan zie je nog geen 5 centimeter in het water. En hier zie je gewoon 3 meter diep en dan nog helder. Wietske is weer lekker aan het shoppen. We zijn hier in Ston. Dus we kwamen net van de boot af. Van Mariette. En ik vraag me af of hier nou nog stukjes van Game of Thrones zijn opgenomen. Nou, we zijn uiteindelijk in Dubrovnik, parkeerplaatsje gevonden en een klein stukje lopen en we zijn bij het centrum. Nou, maar gelijk met de meute de muur op en dan hebben we dat achter de rug en dan door naar een lekker bakken.
En Wiets, hoe vind je het tot dusver? Inderdaad, bizar. Het is echt zo mooi allemaal. Zo goed georganiseerd. Ja. Mensen zijn vriendelijk, campings zijn verzorgd. De natuur is fantastisch mooi. Nou, dit ook weer. Dan kom je op zo'n muur en dan kan je gewoon op het terrasje leggen met een cool zeepdienst. Je kan je cappuccino bestellen. Ja, echt helemaal fantastisch. Nou, we hebben toch het plekje gevonden waar we er door konden. Een heel klein deurtje. En dan kom je inderdaad bij dat strandje uit met het barretje en zo. Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten vandaag nog in de buurt van Dubrovnik, het zuidelijkste puntje wat van onze reis. En nu gaan we langzaam maar zeker weer naar het noorden toe. Ja. We gaan richting Plevitsje Meren, maar daartussenin hebben we nog 3 overnachtingen. Dus wij gaan een campingje ergens op een eiland zoeken. Gaan we straks even bellen en hopen we dat we nog plek hebben. En Plevitsje, dat ligt een beetje ten midden-oosten van Zadar. En vanaf Zadar gaan we dus richting Plevitsje en dan blijven nog 2 overnachtingen en dan gaan we langzaam weer naar boven toe rijden. Mijn vlogster. We zijn in het plaatsje Makarska en we wachten op de boot naar Brak. De pont vertrekt over een half uurtje. We hebben net nog even gebeld naar de camping en ze hebben nog plek. Dus ik ben benieuwd hoe het daar ook weer is. Het is een kort tochtje, vermoed ik, want het is het kortste overtocht. Want er is een langere naar Split toe en die hebben we maar niet genomen.
Nou, we zijn aangekomen bij Camping Aloha in de plaats Bol. Braj, whatever. Ja, we weten nog niet hoe we dat moeten uitspreken, maar... Nou, het is een terrascamping, dus we hebben een leuk plekje. En lekker een beetje schaduwrijk. We are the love survivors. We are the lucky ones. We are the soul providers. We'll show you how it's done. We got this fire started higher than the sun. We are the love survivors. We are the lucky ones. Er is van alles te doen bij Aloha. Waterscooters huren, subs, kano's, surfplanken. Mooie stijgertjes gemaakt om te zwemmen, vanaf te duiken. Strandbedjes zijn gewoon gratis in te gebruiken. En je hebt een mooie vrouw rondlopen. Nou, dit is Slatny Beach. Dit is aan de zijkant. We kwamen net van de parkeerplaats af. En dan moet je daar nog een stukje doorlopen naar de punt toe. En ik loop straks de andere kant wel op, want aan de linkerkant zie ik dat de loungeplekken zijn. Dus dan gaan we daar even kijken. Nou, dit is de linkerkant van de Hyatton, zou ik het bijna zo noemen. Waar ook het terras is. Het is echt de luwte kant. Nou, we zijn onderweg naar Bol met de watertaxi. Nou, het is iets voorbij de haven in Bol. En langs de boulevard, dan kom je op een leuk marktje terecht. We komen hier bij een kruikpand aan. Die is fantastisch beschilderd eigenlijk. Echt heel creatief. Dit is als treinwagons. Er zijn meerdere mensen die hier foto's nemen. Echt helemaal gaaf gedaan. Leuk strandje met een tentje waar we even wat gaan drinken.
kamertje, die helpt mee. Aangekomen. Dus door de entrance heen. En nu gaan we naar het bootje om ons naar de andere kant van het meer te brengen. Dus het zal wel een paar keer in de rij staan zijn vandaag. Maar we zijn erg benieuwd wat het gaat worden. In. Morgen vroeg op. We denken dat we niet overblijven in Slovenië, maar gewoon lekker direct doorrijden, zover als wat we kunnen. Goedemorgen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En
Helaas, onze vakantie in Kroatië zit er weer op en we gaan nu richting Slovenië rijden, Oostenrijk. Kijken of we daar een overnachting gaan doen. We hopen dan in 2 dagen weer naar huis te rijden. Een dagje eerder dan gepland, dus altijd al fijn. We gaan het zien. We zien jullie later. Nou, we zijn in Slovenië doorgegaan. Zitten we nu in Oostenrijk. Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Onderweg naar Duitsland en dan daar een overnachting. En morgen weer naar huis. We hadden geen zin om een camping te zoeken en hebben via booking.com hebben we een plekje gevonden in Nuremberg. En we zitten nu in die Altstad op zoek naar een plekje waar we kunnen gaan eten. Dus we gaan wel zien wat het wordt. Nou, we gaan kijken. Hier is ook een beentje. En misschien is hier wat te eten en te doen. Dus we zijn nog even op speur toch naar iets leuks. Zoals de hele vakantie eigenlijk zijn de plannen weer gewijzigd. We waren eerst van plan om bij de Duitse stuber te gaan zitten met een pak friet of weet ik veel wat, een braadworst en meer. Maar ja, we hadden eigenlijk al meer zin in een lekker restaurantje, gewoon laatste avondje afscheid. Dus we hebben besloten om een Sri Lankese restaurant te kiezen. Lekker met een lamb's curry en sowieso een potje bier erbij. Dus we hebben net besteld en we wachten op het eten. We zijn benieuwd. Helaas ook onderdeel van een mooie vakantiereis. En in Duitsland hebben we dat heel veel. Er wordt overal maar gewerkt en gewerkt. En maar wachten. En maar wachten. Ik moet plassen. Kijk, we hebben een noodpakket voor in de file. We hebben honing. We hebben honing. We hebben kaasje. Nog een kaarsje, toast, walnoten, deze, chili dingetje, een mesje en nog meer honing. Emmertje om in te piezen. Emmer en een emmer. En we hebben nog water. Dus het gaat alleen doen. We hebben schoonmaakdoekjes, plassen. Ja, en dit is mijn noodpakket hier, zie je? Maak je plasbekertje hier. Een piesbekertje als je moet gaan. Ja. Je moet wat.